Ik ben de Wester en welkom terug bij Half-Life 2. De vorige keer zijn we lekker in ons bootje wezen varen. En er is een dikke bastard aan de lijn. Nee, dat zeg ik. We gaan door. Lekker met een bootje. Lekker door het water. Hier. Wee! Goed, dan zijn we hier, maar. Beetje rustig doorheen, want je weet maar nooit wat hier allemaal komt staan. Daar komt denk ik een mannetje op. Wacht eens. Kijk eens. Ik wil dit ding weg hebben. Aha. Baksteentjes eruit. Ja, wat leuk. Hoe zien we dat ding? Zo. Goed. Nog iets. Geheimtje in de buisjes. Nee, hier nog iets. Geen zombie die me laat schrikken. Goed. We gaan weer in de boot. Hoppa. Wee! Kijk eens. Wow! Wee! Zo, even mijn muis goed leggen. Zo. Oeh, links of rechts? Ik ga rechts. Oeps. Ja, maakt niet veel uit. Ja. Kijk eens. De poort dicht. Dat betekent maar één ding, dat ik daar gewoon. Oh nee, oh! Ah, joh, dus niet. Dat ik hier gewoon een beetje omheen moet manoeuvreren. Zodat ik ergens op kan. Hier bijvoorbeeld. Kijk, hier kan ik op. Hier kan ik op. Maar. Ja, kijk, kan wel open. Oh, ah, mooi, prettig. Oh, ik hoor zo'n eng geluidje. Even mijn verwarming al zitten, want dat is nou aan. Gisteren heb ik kan wandelen. Goed, nou, doe maar. Dan spring ik uit deze kast. Een van de raar best. Oh, de revolver. Hoppa. Dat is een mooi ding. Mensen die gebruiken een Gmod ook wel uit. Kijk, en als je dan headshot schiet, is meestal in één keer. Op, neer. Ja, de revolver is heel leuk. De Magnum. Cool. Die ga ik waarschijnlijk een hele tijd gebruiken. Gewoon omdat het gaaf is. Altijd even herladen nadat je geschoten hebt, dat is altijd prettig. Oh nee. Nee. Oh, god. Ja, dan weet ik niet op wat het moment die gaat schieten. En dan gaat hij schieten, dan maakt dat een herrie. Ja, dat ding, dat, uit ervaring weet ik dat ik die helikopter alleen in kan halen met de raketwerper. Moet je nou zo'n manhack op af? O jee. Goed, doorrennen. Waar naartoe? Oeh. Ik heb ook niet meer zo heel veel leven. Ik vind die helikopters, dat vind ik echt heel lastige dingen. Hier binnen, hoppa. Hier komt een manhack aan.
De flashlight. Waar is die mennek? Zeg gewoon matrasboom wat. Oh jee. Daar. Daar. Ik ben als een maniak die altijd naar elk schot moet herladen. Dat vind ik altijd hartstikke prettig. Dat ligt hier leuk bij. Maar gewoon nog wat bij niks. Oh jee. Nu even met dingen. Oeh. Even een granaatje bij. Oeh! En toen was ik doodgeschoten. Nou, opnieuw. Wat ben ik hier nou? Dan ben ik helemaal hier. Hey, hoi. Hey, joh, ik schoot jou raak. Nou, dat gaan we dan ietsje sneller doen. Ietsje sneller als vorige keer, hoppa. Oké, helikopter. Wegrennen, wegrennen, wegwezen, 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 wegwezen. Rennen. Hup, hey. Dus niet. Ik heb een hekel aan die helikopters. Een Gonian is echt er eentje. Hij waarschijnlijk. Wil je voorzichtig zijn? Voorzichtig. Voorzichtig zijn. Hoppatee. Goed. Ik vind die manhacks al sukken. Oh jee. Lastbare. Oeh! Oeh, ik heb bijna geen kogels meer. Ja, dan kan ik dus niet meer herladen als maniak. En hier ik kom. To save the day. Godstabiel. Ah, oh. De bastard, hij komt hier om het hoekje. Nou, oh, mijn ammo is op van mijn volgertje. Ah, oh, mijn volgertje. Dat is wel een van de sterkste dingen hiervoor. Nou, vind ik het een beetje jammer als hij opgaat. Ah, nu heb ik weer een volger ammo. Oh. Herladen op het gemakje. Ze zeggen wel eens patience is key. Hoe kom ik er bovenop trouwens? Ik denk gewoon via deze kant. Oh ja, over de containers. We pakken wat ze op. Wat ze hebben laten vallen. Doei. Nou, die denk ik, schiet lekker even mooi door het raam heen. Natuurlijk denk ik dat. Flammable materials staat hier. Danger flammable materials. Oeh. Hij kan wel degelijk door het raam heen schieten. Wacht, ik doe het even zo hoor. Weet je, dan is in één keer kapot. Dan kunnen we gewoon makkelijk en snel langs zonder dat de helikopter altijd weer op ons schiet. Nou, makkelijk en snel, zei ik, hè. Patsch! Nog één. Oh, die staat beneden. Oh jee, oh jee, oh jee. Doe eens hier. Kom maar.
Oh, er staat nog eentje. Oh! Ah, de bastard. Hopelijk moet ik niet helemaal daar terug bij die revolver beginnen. Oh nee, gelukkig. Het is hier zo. Nou, het valt nog reuze mee. Juist, en nu... Oh nee. En nu kunnen we er snel langs. Hey, hoi. Niet meer schade doen, mag niet. Niet lief, oh jee. Juist. Oh, wanneer houden die politieagenten toch eens op? Ah, kijk eens aan. Zo. Manser speelt nu in Grand Theft Auto. Dat is leuk voor hem. Ai! Gelukkig in de station. Erg vervelend alleen dat die helikopter mij nog zit erg in. Oh. Rennen. Oké, okay, we moeten daar precies naartoe. Hier naartoe ga ik. Ja, ik vind het allemaal leuk hoor, maar je hoeft niet zoveel vast te lopen deze episode. Oh joh! Oh jee. Ik zit net daar aan, man. Alsjeblieft. Juist, hij gaat nu open. Oh! Wacht eens. Hier! Helikopter! Ploffen! Schaf uit. Wegwezen. Hij is weg, die helikopter. Oh. Oh, ben ik er blij mee. Kijk, en dan zijn we hier zo. Dan hebben we hier ons bootje, juist daar zo. Oh, lekker. Dus niet. Maar al heel veel voorraad hebben namelijk. Hups, twee, hup. Haha, nou ben ik wel best wel benieuwd, er staat hier een soort gestrand schip, hè? Ah joh, doet het niet zo vastlopen. Nee, wat doet het? Ja, dat heeft hij nog niet... Wat gebeurt hier, joh? Ja mensen, ik denk dat ik er even een punt achter moet zetten, want dit is zoals hij nu doet, nee, dit is niet heel goed. Kijk, je ziet ook aan het water links. Dat het nu even niet goed gaat. Nou, dan sluit ik nu maar gewoon af. Want anders weet je het wel. Dan hebben we zo'n hele lekkere episode. Dat moeten we ook niet willen. Dus beste mensen, ik hoop dat je het leuk vond. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op Sub-Mens, Duimpje, Mijn Mens. En...